Voorzitter, beperken van klimaatverandering is geen sprint, maar een marathon. En de kans dat Nederland de klimaatdoelen uit Parijs 2030 gaat halen, die is dus minder dan 5%, aldus het Centraal Planbureau. Dat ondanks de tientallen miljarden die we als Nederland al hebben uitgegeven. Nederland moet in 2030 55% minder uitstoten ten opzichte van 1990. Dat komt neer op zo'n 16 tot 20 megaton aan CO2. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt een keuzemenu. Halveren veestapel. Geen zakelijk verkeer meer. Rekeningrijden. Accijnzen fossiele brandstof omhoog. Tata Steel sluiten. 1 miljoen huizen aan de hybride warmtepomp. Alle bestelauto's elektrisch. Tel maar op, voorzitter. Wij lossen hier het klimaatprobleem niet op. We kunnen wel ons steentje bijdragen, maar niet met zulke dramatische gevolgen. Klimaat is een symbolische wedstrijd geworden. Een ideologische strijd, alsof je voor of tegen het klimaat kunt zijn. Ik ben een klimaatrealist. Ja, de wereld warmt op en dat is een probleem. En dat moeten we gezamenlijk oplossen. Deels door preventie en deels door gebruik van schonere energiebronnen. Maar besef dat elke elektrische auto nog steeds voor 80% op fossiel rijdt. Het aandeel zon en wind in Nederland is niet meer dan 5% van de totale energieproductie. Toch moet iedereen in Europa elektrisch gaan rijden vanaf 2035, als je een nieuwe auto koopt. Dus hoe wil de minister Hermans haar klimaatdoelen gaan halen? Voorzitter, de EU vroeg in maart van dit jaar om voor de klimaattop van 2025 nieuwe nationale klimaatdoelen in te dienen voor 2035 en 2040. We moeten versnellen. Vorig jaar inden we volgens CBS bijna 10 miljard aan energiebelasting en emissieheffingen. Meer dan 2000 euro per gezin aan energiebelasting en dat is dan exclusief de accijnzen, bijvoorbeeld op benzine. Mijn vraag is, hoeveel miljard heeft Nederland inmiddels sinds zeg 2016 uitgegeven aan klimaatsubsidies in totaal? Iedereen wil een schone wereld en een schoon Nederland. Maar ik zie twee problemen, het tempo en het gedram. Waarom moeten wij ons vliegverkeer krimpen en China of India niet? De commerciële vloot van China zal waarschijnlijk volgend jaar met 4% groeien, aldus Boeing. En het jaar erop en het jaar daarop. Een grote uitstoter als Iran doet niet mee aan Parijs. En mogelijk dat Amerika zich nu onder Trump ook weer terugtrekt uit het akkoord. Kan de minister mij een lijstje geven welke landen wel op koers liggen om de doelstelling van Parijs te halen? Het is heel eenvoudig. In Nederland kunnen we de wereldtemperatuur niet of nauwelijks beïnvloeden. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, niet proberen het klimaat zelf aan te passen. Voorganger van minister Hermans, dat was een overtuigd klimaatdrammer. We kennen hem allemaal nog wel. Hij was hier als een kind in de snoepwinkel. Maar al dat gedram heeft inmiddels ook wel zijn onschuld verloren. Is de minister het met jaar 21 eens dat klimaatactivisten die wegen blokkeren, zichzelf vastlijmen aan landingsbanen en schilderijen, dat die het tegenovergestelde bereiken, niet meer, maar minder begrip voor klimaatbeleid, dat dit geen begrip kwijt, of zo'n gemeente als Zutphen die 100-jarigen geen vers bloemetje meer geeft omdat in de kassen de bloemen bespoten zijn. Ze krijgen nu een insectenhotel. Maar iemand die 100 wordt, die geeft je toch geen insectenhotel, voorzitter. Zijn we helemaal gek geworden? De emotie, de lach en de traan wordt ingewisseld voor gedram. En ik zie genoeg linkse gemeenteraden ervoor aan dat ze Zutphen zullen gaan volgen. Iedereen wil blijkbaar het klimaat redden. En dat leidt dan tot dit soort excessen, de groene snoei. Wat vindt de minister eigenlijk van zo'n besluit van de gemeenteraad van Zutphen? Ook aardgas, voorzitter. De schoonste fossiele brandstof die we hebben moet verdwijnen. En tegelijk willen we minder afhankelijk worden van andere landen. Maar ons eigen Groninger gasveld is dit jaar onherroepelijk dichtgegooid met 700 miljard kub aan gas in de grond. Daar kan een normaal mens 700 miljard keer een week warm van douchen. Hoe dom kun je zijn? Dus gaan we nu meer gas uit Groningen of uit Noorwegen importeren en vloeibaar gas uit andere landen, waaronder de VS en een aantal uiterst onvriendelijke regimes in het Midden-Oosten. Klopt het dat we nog steeds dankzij bestaande contracten overigens vloeibaar gas uit Rusland importeren? En om hoeveel gaat dat? Veel mensen in Nederland vinden klimaatverandering een belangrijk probleem. Maar op het moment dat ze een te dure warmtepomp moeten aanschaffen, korter moeten gaan douchen, een extra trui moeten aantrekken of niet meer mogen rijden in de auto die ze leuk vinden, ja, dan verandert dat. In Amsterdam kostte de aardgasvrij operatie 14 miljard meer dan gedacht. En over elektrificatie gesproken, de minister wil voor extra stroomcapaciteit 50.000 transformatiehuisjes gaan neerzetten. Elke buurt één erbij. 1 op de 3 straten gaat open, volgens de CEO van Tennet. Maar waar komen al die huisjes dan te staan? Krijgt de buurt daar zeggenschap over? Zo'n huisje kost tussen de 50 en 100.000 euro. Volgens de netbeheerders zal onze energierekening hierdoor jaarlijks met een paar tientjes gaan stijgen. Klopt dat? En hoe staat het met het programma Aardgasvrije Wijken? De directeur van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie riep begin dit jaar op tot versnellen.
Maar Nieuwsuur meldde in mei van dit jaar dat 90% van de warmtenetprojecten stil ligt. En het EIB, investeringsbureau, schatten dat de kosten voor het aardgas vrijmaken van een woning zo'n 40.000 euro bedragen per huishouden. Maar de overheid komt bij u langs, wijk voor wijk, woning voor woning. Is de minister het met jaar 21 eens dat een gemeente een huis niet mag afsluiten van het aardgas? Het is niet alleen in strijd met de gaswet, maar ook met het bouwbesluit 2012. Graag een reactie. Terwijl de ambities bij overheden, corporaties, zeg maar de groene lobby groeit, neemt het animo bij de Nederlandse burger af. De vraag naar zonnepanelen daalde dit jaar ten opzichte van vorig jaar met 53%. En voor warmtepompen was dat een daling van 44%. Vloerisolatie 50% en spouwmuurisolatie zelfs 70%. En ik denk dat isolatie bij uitstek wel geschikt is om op een fatsoenlijk tempo verduurzaming en energiebesparing in te zetten. Maar slechts 13% van die bedrijven maakt zich geen zorgen over de uitvoering van isolatieprojecten de komende 3 jaar, zo peilde de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Per 1 januari komen de diesel- en benzinevrachtauto's en bestelbusjes niet meer het centrum van 14 gemeenten in. Tientallen andere gemeenten zullen gaan volgen. En het kabinet zou volgens mij laten weten voor 1 november wat ze doet met de motie Veldman van de VVD, die om uitstel vraagt tot 2029. Hoe staat het daarmee? En wanneer gaat dat onzalige plan eigenlijk weg? Ondernemers kunnen ontheffing krijgen, maar dat kost geld en het is tijdelijk. Een bakker of groenteman in Leiden kan 10.000 euro subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische bus. Maar die bus die kost een ton. En dat geld heeft hij dus niet. Overal in het land geven marktkooplieden, groentemannen, loodgieters en aannemers aan dat ze niet meer in de binnenstad zullen komen. Staatssecretaris Jansen heeft gezegd dat uitstel niet meer lukt voor 1 januari. En nu? Krijgen we dan de bizarre situatie dat er per 1 januari zones worden ingevoerd die een paar maanden later weer komen te vervallen? 14 gemeenten, waaronder Amsterdam, hebben met een gezamenlijke verklaring al gezegd: wij gaan niet uitstellen. Chaos dreigt, voorzitter. Graag een reactie. Groene groei betekent voor jaar 21 kernenergie. En het is echt goed dat het kabinet daar nu 14 miljard voor reserveert, voor de bouw van nieuwe centrales. Toch zijn de doelstellingen van het kabinet mager. Ik ben het wel eens met VVD en CDA. In 2035 moet het aandeel in de totale mix 7% zijn en in 2050 10%. En dat is dan inclusief de 4 grote kerncentrales en een aantal SMR's. Mijn vraag hierover: waar is het tijdspad en waar zijn de mede-investeerders? En dan tot slot, voorzitter, ik red het aardig in de tijd hoor. Tot slot de windturbines. Want die zijn niet alleen lelijk, maar ook een vulling van de schaarse ruimte voor natuur of wonen. En ze geven schade aan mensen die er vlakbij wonen. Ik heb in april een nachtje doorgebracht in een caravan op een terrein in Nederweert, Limburg, vlak naast een turbine van 210 meter hoog, 400 meter afstand. En ondanks de regen was het gezoem in de caravan te horen, het nachtelijk gebrom zeg maar, van die wieken van die molen. En daar ontkom je gewoon niet aan. De stichting Windalarm die komt op voor mensen die letterlijk gek worden van die bromtoon, van die molens. En zij zien ruzies, depressies en suïcidale neigingen. Mensen stoppen met werken. Ze krijgen last van duizeligheid en een gevoel van onrust en angst. En er is een windturbinesyndroom. En dat syndroom is vastgesteld. En in Frankrijk heeft het al geleid tot schadevergoedingen. De boer op wiens erf ik daar logeerde in Limburg ging regelmatig s'avonds met de auto weg om dan s'nachts in zijn auto te slapen. Ja, kunnen dan die turbines in ieder geval s'nachts niet uitgezet worden, voorzitter? Vraag ik aan de minister. Nou wil dit kabinet vooral turbines op zee, zoveel mogelijk. Dat klinkt leuk, maar er staat wel heel venijnig dus zoveel mogelijk. Want we zien nu in tal van provincies zoals Overijssel en Gelderland, en inclusief die met BBB gedeputeerden, dat nieuwe windturbineprojecten toch doorgang vinden. Dat staat ook in de RESSE. Hoe staat het dan met die nieuwe geluidsnormen, voorzitter? Voor jaar 21 is er eigenlijk maar één norm. En dat is de afstandnorm. Wij zeggen 10 keer de masthoogte. Dat zou de afstand minimaal moeten zijn tot de bewoners bij die windturbineparken. Is de minister het met jaar 21 eens dat eerst in ieder geval alle gezondheidsgevolgen goed onderzocht moeten zijn, alvorens wij nieuwe windturbineprojecten toch op land vergunnen? Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn.